Het is verkiezingstijd en Bert Kannegieter hoopt via de lijst Henk Krol in de Tweede Kamer te komen. De zesde plek op de lijst biedt weinig perspectief. Toch is Kannegieter voorzichtig optimistisch. Je weet het nooit. Als ik absoluut zeker was geweest dat het niks wordt, dan was ik nooit op die plek gaan staan. Want ik moet mensen ook niet geen zand in de ogen strooien. Maar ik hoop wel dat heel veel mensen op mij stemmen. Ik krijg ook regelmatig telefoontjes van mensen. Hoe kijk je hier tegenaan? Hoe kijk je daar tegenaan? Ook uit deze gemeente. Nou, en dat vind ik hartstikke leuk. Want ik doe het niet voor mezelf. Echt waar. Ik doe het niet voor mezelf. Ik heb het hartstikke goed verder. Ik heb het hier naar mijn zin. En als je dan al als Limburger in de Tweede Kamer zit, dan moet je jouw collega's nog het liefst overtuigen en bewust maken van de problematiek in jouw provincie. Nou ja, dat duurt even voordat je ze hier naartoe kunt halen. Het is voor heel veel mensen heel ver weg. En dan zeg ik altijd, nou ja, voor mij is het dagelijkse ritje daar naartoe. Net zo ver weg en ik zal het ook moeten maken. En als ze dan eenmaal hier zijn, is alles prima en dan natuurlijk gewoon bespreekbaar. Maar je merkt dat afstand toch wel speelt. Rechter Schot zit anderhalf jaar in de Tweede Kamer. Effectief echter maar een half jaar in Den Haag. Ik heb eerst een half jaar me goed kunnen inwerken. En vervolgens hebben we natuurlijk nu een jaar corona. En zitten we nu weer vanuit thuis te werken. Dus ik ben in die zin wel blij dat ik de kans heb gehad om een half jaar ook echt in de Tweede Kamer rond te lopen. Want anders is het wel echt heel ingewikkeld om er ook echt in thuis te geraken. In Bingelraden maakt Kannegieter alvast plannen voor een eventueel verblijf in Den Haag. Ja, als ik in de Tweede Kamer terechtkom, dan moet ik daar gewoon een kamertje huren. Want het werk is zo intensief en de debatten duren zo lang, dan kom ik s'avonds niet meer thuis. Maar als ik iets voor mensen kan betekenen, dan wil ik me daar graag voor inzetten. Het valt als Limburger niet mee om in Den Haag te werken. Het gezin is ook belangrijk. Als de kinderen hier naar school gaan en ze hebben een feestje of ze zijn ziek, dan ben ik daar meestal niet bij. Tenminste, ja, nu in die coronatijd toch weer meer wel. Maar ja, dat zijn de dingen die je ervoor moet opgeven. Dat heb ik me wel van tevoren gerealiseerd en met mijn man een goede afspraak over gemaakt. Wat voor ambities ben je de Tweede Kamer ingegaan? Nou ja, wel de ambitie om het meer dan anderhalf jaar te doen. Dus daarom heb ik me ook weer opnieuw gekandideerd. En ook wat voor de regio te kunnen betekenen. Ik denk dat de meeste mensen mij kennen als iemand die actief is in de regio en ook hier veel gewerkt heeft. En ik vind het gewoon belangrijk om ook het geluid van de regio en met name dan Limburg, Zuid-Limburg ook gewoon goed uit te kunnen dragen in de Tweede Kamer. Rechter Schot komt wel weer in de Tweede Kamer. En Kannegieter blijft, als het niet lukt, Henk Krol verder steunen. Ik vind het wel een spannende plek, want het is natuurlijk wel, ja, nu, iedere dag kijken we naar de peilingen. We staan nu op 39, dus dat zou ruim voldoende zijn. Tweede kans heb ik ook nog, dat op het moment dat de coalitie gevormd wordt en dan ministers worden aangesteld, dat ik dan kan doorschuiven. Maar ik hoop er eigenlijk wel in één keer in te zitten. Dat is toch het fijnste. Nou, in eerste plaats blijf ik hier wonen. Ja. Dat is, nee, dat moeten we gewoon zien. Ik heb wel al met bestuur gesproken en gezegd van nou, ik wil in ieder geval ook continueren. Dus hebben we een wetenschappelijk instituut om misschien daar iets bij te gaan doen. Maar in ieder geval om Henk te blijven ondersteunen.